Maandagavond 30 maart, brief 3. Gisterochtend kwam het kattenvrouwtje van de bed and breakfast in Celino San Marco toch nog opdraven. Nadat ik na een half uur na de afgesproken tijd gebeld had. Ze verontschuldigde zich. Ze had een slechte nacht gehad. In 2015 liep beeldhouwer Gerard Lentink in 107 dagen van Potenza in Italië naar het Turkse Istanbul. Dat is een afstand van 2816 kilometer over het grondgebied van het voormalig Byzantijnse Rijk. En over die voetreis heeft de Dortenaar een boek geschreven. Dit is niet de eerste grote voetreis die ik heb ondernomen. Die vorige twee reizen, daar heeft mijn vriendin Marjoleine Schaap heeft ook mee gewandeld. En deze keer ging ze niet mee. En ze vond het prima dat ik die 107 dagen weg zou blijven, maar ik zou wel moeten schrijven. En zij heeft die brieven, die handgeschreven brieven heeft ze overgetikt en toen per e-mail verzonden naar een 50-tal belangstellenden. En vanuit die belangstellenden kwam de vraag van, goh, ga je daar geen boek van maken? En zo ontstond dat boek. En dat boek, dat is in feite, dat bestaat uit die 13 brieven die ik heb geschreven. Dat zijn ongeveer 250 pagina's en de andere 250 pagina's bestaan uit noten. Zo gezegd, zo gedaan. Gerhard heeft het boek gemaakt over zijn bijzondere reis, wat op hem iedere keer weer een diepe indruk maakte. Wat mij het meest verbaasde was eigenlijk mijn gemoed. Want ik was erop voorbereid als je alleen reisde, 107 dagen lang, dan krijg je het idee dat dat tamelijk melancholisch kan worden. Hè? Van je reist maar alleen en alleen. En dat gevoel heb ik totaal niet gehad, geen moment. En daarnaast voelde ik toch wel de aanwezigheid van Marjoleine. Zo van, misschien ook door het schrijven van die brieven. We hebben eigenlijk niet of nauwelijks gebeld, wel ge-sms'd, maar toch voelde ik haar op de achtergrond. Donderdagmiddag werd het boek in de Stadsbibliotheek gepresenteerd. Gerard is daarbij in gesprek gegaan met het publiek en met psycholoog en medewandelliefhebber Richard Kozijnse. Eén ding is wel zeker, dit was niet de laatste reis. Dus, het is nu een drieluik en het moet een vierluik worden. Dus over een aantal jaren gaan we vanuit Dordrecht samen weer met Marjoleine naar Duncan's Behead in het noordelijkste puntje van Schotland. En dat is ook weer een voettocht van zo'n 2400 kilometer. Of die reis ook in een boek terug te lezen is, dat weet de kunstenaar nog niet.